Gaan we over naar onze coach Peter Maes. Drie keer op achterstand gekomen, maar drie keer wel knap teruggevochten. Ja, dat zegt wel iets over onze mentaliteit. En over dat we eigenlijk een goed herstel, qua mentaal herstel, hebben doorgemaakt na nieuwjaar. Ja, alleen, dan krijg je drie doelpunten tegen. En dat is denk ik iets te veel van het goede. En ik denk dat iedereen ondertussen toch wel... Die rechtse kant kent van Gent. We hebben deze week toch heel veel accenten gelegd voor daar proberen die infiltraties te vermijden. En, de eerste 10, 15 minuten vond ik dat we eigenlijk heel goed in die wedstrijd zaten. Kregen we kansen. Voetballen we heel goed naar voren, gaven we goede druk. Maar bij de eerste echte fase lag de ruimte er al en scoren zij. En dat is natuurlijk weer al een domper. En, ik zag mijn groep wel heel goed reageren. Dan heb je wel geluk met die situatie, het doelpunt. Maar de wedstrijd brak eigenlijk helemaal open toen. Ja, er is natuurlijk ook wel het derde doelpunt van Gent waar wat rond te doen is. Frankie Durie haalde deze week nog aan dat er wel wat kritiek zou mogen zijn. Jij bent niet de man die met de hand op de tafel klopt. Maar ben je het na deze wedstrijd meer of minder een met je Zulte Waregem-collega? Tja, er zijn altijd situaties in een wedstrijd die bepalend zijn. Hè. Is het vanuit een situatie van balverlies? Hè. We hebben ook vandaag twee keer balverlies gehad. En dan weet je dat zij heel direct, heel goed in die omschakeling, de eerste bal gaat heel goed in die diagonale. Ja, ik denk dat daar meer de sleutel ligt dan op die situatie. En, is het dan een betwisting, een duel. En Hans heeft dan op dat moment een gele kaart gehad, 10 minuten van tevoren. En dan is er een hele hoop gemekker. Ja. Dan telt natuurlijk de persoonlijkheid van die scheidsrechter. En die zegt van oké, kijk Hans, nu ga je niks meer krijgen. En dat is een leerproces voor Hans. Hij moet ook trachten in een wedstrijd. Bijna een collega te zijn van de scheidsrechter. En op dat moment dan blijft hij staan omdat hij denkt dat hij de fout gaat meekrijgen. Ja, en dat is dan de beslissing. En daar krijgen we het derde doelpunt tegen. En dat was denk ik heel erg zuur geweest als je vandaag geen punt gehaald had. En dat we dan opnieuw direct kunnen scoren en de Hans dan ook nog scoort. Dat maakt natuurlijk het spektakel nog allemaal wat mooier. Maar ik moet Hein wel bijtreden dat die jongens toch wel vol voor gegaan zijn, alle 22. En inderdaad op een moeilijk bespeelbaar veld. Misschien iets gemakkelijker als de wedstrijd tegen Genk. Maar we zijn toch ontgoocheld omdat we die wedstrijd niet hebben kunnen winnen. En, misschien zat er niet echt meer in. Ik was meer ontgoocheld van de wedstrijd op Gent. Want die hadden we vond ik wel moeten winnen. En dan blijven we steken. Maar in die drie wedstrijden na nieuwjaar hebben we nog niet verloren. Vind ik dat het niveau goed is. Alleen moeten wij trachten toch... Van de doelkansen die de tegenstanders creëren tegen ons, moeten wij er toch wel nog enkele gaan uithalen. En zeker in omschakelingsmomenten. Ja, we spelen goed voetbal, maar we moeten uiteraard ook naar de stand kijken. Met dit punt wordt het weer ietsje moeilijker met het oog op play-off 1. Dat is zo. We moeten realistisch zijn, maar er zijn nog altijd 6 wedstrijden. We hebben nog... We hebben nog thuis Anderlecht, we hebben nog NAC Club Brugge, dus het programma is niet van het gemakkelijkste. Maar we blijven positief en we blijven ons ding doen. Volgende wedstrijd op Oostende missen wij Odoi, missen wij Galicios. Dus mijn twee backs die zullen er niet bij zijn. Dus dan gaan we ook weer op proberen op te lossen en we proberen te bekijken van wedstrijd tot wedstrijd. Tot slot, de transfermarkt die is nog zo'n goede 30 uur open. En het verleden leert ons dat daarin nog heel wat kan gebeuren. Mogen wij ons ook nog iets verwachten in en uitgaand? Ja, je moet iets verwachten. Hè. Als je ziet hoe dun dat we zitten in ons verdedigend compartiment, ja, dan moet je nog wel iets verwachten. En dan hopen we dat we die maandag tot 12 uur 's nachts nog het een en ander kunnen realiseren. Ik denk dat het wel de moment is, denk ik, dat er wat nieuw bloed binnenkomt en wat concurrentie. Alhoewel dat vandaag dat type elftal toch weer al een behoorlijk niveau heeft gebracht. En als we dan kijken, en Hein haalt er zelf ook wel eens aan, je creëert wel veel aan de buitenkanten. Maar ik vond dat onze laatste bal dikwijls niet goed was. En wat we eigenlijk gevraagd hadden, en tegen hun manier van spelen is het belangrijk dat je die centers in die tweede zone krijgt. En vandaag was dat ene keer het geval en het was doelpunt. En de rest viel eigenlijk allemaal in de eerste zone. Oké, dankjewel, heren. Zijn er nog vragen van de mensen hier aanwezig?